En de regering laat niets aan toeval over om het driedaags bezoek van de president van India, Ramnath Kovind, aan Suriname ordelijk en veilig te doen verlopen. Inspecteur Stanley Shangour, hoofd van de Verkeershandhavingsdienst, zegt dat in verband met de Internationale Yogadag de wegen die leiden naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken vandaag zijn afgesloten. En morgen zal een deel van de Jagannath Lakshmanstraat zijn afgesloten in verband met de groundbreaking ceremonie van het India's Cultureel Centrum. Vanmiddag, met betrekking tot de receptie in KKF, hebben we daar een oplegging. We hebben ingaat om 4:00 middags. 4:00 middags wordt omgelegd. De kruising Kerkkampweg, Sonnebloemstraat. Bijmenstraat, Boret. Bijmenstraat, Gravenbergstraat. De Kerkkampweg, Gravenbergstraat. En Kerkkampweg en de Powakastraat. De Powakastraat is een zijstraat tegenover KKF. Dus je zou wel eruit kunnen gaan uit de Powakastraat linksaf naar de richting van de Gravenberg, maar niet vanuit de Gravenberg rijden naar Powakastraat. Deze omlegging duurt totdat de receptie voorbij is. En de volgende morgen, donderdag 21 juni, in verband met internationale Yoga Day, gaat deze omlegging weer in, maar liefst om 4:00 in de ochtend. 4:00 in de ochtend hebben we deze omlegging weer. En dat blijft ook van kracht tot de activiteiten zijn afgelopen. Shangour gaat verder in op de wegomlegging van morgen. Dan verplaatsen we ons naar Lakshmanstraat, Albertlaan, in verband met die groundbreaking daar. De omlegging gaat daarin om 7:00 'smorgens. 7:00 'smorgens. En het begint Lakshmanstraat, Floralaan, wanneer u uit de richting komt van de Sonnebloemstraat, als ik het zo mag stellen. Lakshman Flora wordt afgesloten, dan moet u linksaf gaan. Er loopt een weg parallel aan de Lakshmanstraat, ik dacht de Lange Graziestraat. Dan kunt u daar rijden door en u komt voor Sol. Aan de andere kant hebben we ook die omlegging, Lakshman Lange Grazie. Dus komt u uit het westen, dan gaat u rechtsaf in de Lange Grazie en u komt uit waar de Floralaan is. Albertlaan, Jurylaan, we moeten daar ook omleggen, maar ik zou u adviseren om daar niet te rijden. Omdat u daar moet rijden over een onverharde weg en gelet op de weersomstandigheden nu. Al wordt het nu hersteld. Het verandert zo meteen in een modderpoel. Dus ik ga u adviseren daar niet te rijden. Maar daar wordt ook omgelegd. En er is een weg achter Reza Asiana. Daar gaan we ook moeten aanpakken. En deze omlegging duurt tot na de activiteiten daar. Woorden van inspecteur Stanley Shangour, hoofd van de Verkeershandhavingsdienst. Hij sprak over de wegomleggingen in verband met het bezoek van de Indiase president Ramnath Kovind.